Ik denk dat we eigenlijk willen beginnen met de meest prangende vraag die wij hebben. U zei in het nu.nl-artikel dat u graag zou willen zien dat er andere regels komen voor jongeren, andere maatregelen voor jongeren. Hoe moeten wij dat ons voor ons zien? Wat voor regels zijn dat? Nou, kijk, wat heel belangrijk is, is dat jongeren tot nu toe bijna niet ziek worden. He, dat is niet 0%, maar de kans is bijzonder klein. En maakt het wel lastig, is long COVID. He, dus ook al ben je niet ernstig ziek gehad, dan heb je gewoon verkoudheidsklachten gehad, kan je nog wel long COVID klachten krijgen. Maar ook bij jongeren is dat relatief klein. Alleen als je het krijgt, is het echt heftig, hè? Want je kan echt dat je je hele conditie kwijt bent. Maar als je dat nou allemaal bij elkaar zet, dan is de kans dat jongeren ernstig ziek worden van COVID uiterst klein. En dan kan je zeggen, moeten we dan dat niet loslaten? Hè, je kunt ongeveer uitrekenen, dat doen de modelleurs, hoeveel mensen lopen eigenlijk nog het risico dat ze op basis van hun leeftijd van de ziekte en het al of niet gevaccineerd zijn. En daar een klein percentage van, 1 tot 3%, die komt naar de intensive care. En als je dat uitrekent, zijn dat nog een kleine 2 miljoen mensen. En die lopen het risico. En je zou dat kunnen uitrekenen, dan kun je nog 4 tot 6.000 mensen naar de intensive care kunnen komen. Als die allemaal in 1 maand komen, dan kunnen we het niet aan. En daarom zijn we iedere keer zo verrast en schieten we in de stress en moeten ook de jongeren meedoen om het virus niet te laten circuleren. Maar als je zegt, oké, maar we gaan die risicogroep beschermen, dan wel door een booster, dan wel als je niet gevaccineerd bent dat je aan de maatregelen houdt, dan dat die ouderen loskomen van de jongeren. Ja, dan ontstaan de mogelijkheden dat je het virus toch laat circuleren bij de jongeren. Alleen iedere keer worden we verrast en in die verrassing is er geen tijd om daaraan te werken. Dus je moet als jongeren met elkaar, samen met experts van de infectiologie, moet je eigenlijk een stappenplan maken. Dat je zegt van als wij uitgaan of naar een café of naar een concertzaal of iets dergelijks, laten wij ons altijd testen. En of dat dan 1G, 2G, 3G. Ja, 1G is het allerbeste, hè? Dan moet iedereen zich laten testen, gevaccineerd en ongevaccineerd. En Heeft iemand nog dat iets? soort oplossingen moet je met elkaar bedenken. Dus je zou er als jongeren ook gewoon actief het gesprek moeten aangaan. Wij willen meedenken, wij willen extra dingen doen. En eigenlijk aanbieden aan de politiek om het hun makkelijker te maken om een besluit te nemen. Want die worden iedere keer ingehaald doordat er iedere keer weer ineens een nieuw variant opduikt. Er is in de afgelopen 2 jaar wel eens over gehad, hè? Van kan je meer kijken naar risicogroepen en naar specifiek beleid voor jongeren. En toen was vaak in de afgelopen 2 jaar de argumentatie, we willen geen onderscheid maken tussen mensen. Dus we willen geen discriminatie op basis van leeftijd. Is er nu iets veranderd in die 2 jaar dat u zegt, nu moeten we het daar wel over gaan hebben om toch meer naar risicogroepen te gaan kijken in het beleid? Nou ja, ik vind dat dat eigenlijk niet meer opgaat. Maar dat moeten jullie vooral zeggen. Hè? Dat moet ik niet als 57-jarige. Maar als je nu zegt. Kijk, we hadden echt gehoopt vorig jaar dat als we gevaccineerd zijn, dat we perspectief konden bieden aan de jonge mensen. Nu ben je 2 jaar verder, heb je een derde prik verder en je hebt nog steeds geen perspectief. Ja, dan vind ik eigenlijk dat je als politiek geen recht meer hebt van spreken. Ik ben niet de politiek, ik ben gewoon maar een dokter. Maar ik vind echt dat je kan niet meer met droge ogen vertellen, we willen geen onderscheid maken tussen mensen. Want het is gewoon er is gewoon medisch gezien een heel groot onderscheid tussen hoogrisicomensen en jonge mensen. En in de gezondheidszorg maken wij onderscheid. Als wij gaan transplanteren, gebruiken wij leeftijd. Als we IVF geven, gebruiken wij leeftijd. Als wij risicogroepen hebben, hè, mensen die allerlei medicijnen nemen, die weten dat ze op moeten letten dat ze de griepprik moeten gaan halen. Dus in de gezondheidszorg is het zo normaal om onderscheid te maken. Niet omdat wij
een hekel hebben aan meneer A of aan meneer B, maar omdat je gewoon kijkt naar de risico of je wel of niet een ziekte krijgt. Nou, dat is tussen jongeren en ouderen is dat gewoon een verschil. En dan op basis van data kan je zeggen, oké, we leggen, hè, want dan wordt altijd de moeilijkheid, waar leg je dan de grens? Maar ja, maar dan ga je alweer zeggen, omdat we de grens niet kunnen leggen, mogen we er niet over praten. Ik vind, dat gesprek moet je zo niet voeren. Ik vind gewoon dat jullie het gesprek moeten aangaan van, luister eens, wij verliezen nu 2 jaar van onze belangrijkste ontwikkeling in ons leven. Het is een belangrijke fase in je leven om jezelf te leren kennen en allerlei ontwikkelingen. Wij willen perspectief. Wij willen meedenken met jullie in een veilige oplossing. Je moet niet onveilige dingen gaan doen. Maar wij willen meedenken in een veilige oplossing. En daarom komen we met dit voorstel. Maar je merkt ook aan OMT-leden dat ze nu echt wel vinden dat er een stappenplan, een perspectief moet komen. En dat we onderscheid moeten gaan maken tussen jongeren en ouderen. Dus is dat aan het veranderen op het moment? Ja, dat is aan het veranderen. En hoe komt dat ineens? Waarom is dat nu? Nou, omdat jullie dat laten horen. En bedoel, die OMT-leden zijn ook gewoon mensen die onderdeel maken van onze maatschappij. En als je je stem laat horen, gaan mensen daarover nadenken. Kijk, in het begin vonden we moesten geen onderscheid maken. We moesten allemaal maar luisteren, want dat was makkelijk. Ja, nu wordt er ook de scholen bijvoorbeeld open of dicht doen. Ja, dat is bijna niet meer te doen. Vanuit infectieziekten zou het misschien slimmer zijn om de scholen niet open te doen. Maar er is te veel reuring ontstaan en belang van jonge mensen. En dus gaan de scholen open. Ja, dat is een maatschappelijk debat wat we met elkaar voeren. Maar wel door al die signalen maar in de media of met elkaar het maatschappelijke debat te voeren. Nou, dat kunnen jullie met social media of maakt niet uit. Je kunt zeggen, ja, maar wij krijgen bijna nergens een voet tussen de deur. Ja, maar dat heb je ook niet meer nodig. Want met social media en als jullie met Femke Halsema gaan praten om een zondag het protest van de jeugd te organiseren, dan lukt je dat. Snap je? Bedoel, goed idee. U bent zelf ook ouder natuurlijk. Kunnen dat? Jullie bedoelt, social media is tegenwoordig zo makkelijk om je geluid te laten horen. Zeker. U bent zelf ook ouder. Heeft dat invloed op de manier waarop je naar beleid kijkt? Of de zorgen die u op dit moment voelt, ook over de jeugd? Ja. Nee, maar ik realiseer me ook dat ik heb een heel goed leven nu. Ik heb bijna geen last van de COVID als 57-jarige. Ik werk te veel. Ik haal niet meer uit. Ik vind het af en toe lekker om in een restaurant te gaan eten. Maar is dat zo erg dat ik dat nu niet doe? Nou, nee. Dat zijn vrij makkelijke dingen waar ik ja en nee tegen zeg. Want ik werk 12 uur op een dag en dan ga ik naar huis toe. En dan doe ik 's avonds nog wat en that's it. Dus ik mis het niet zo. Maar wat mij opvalt, ik heb kinderen tussen de 20 en de 25. En die zie ik wel. En daar heb ik het gesprek mee. Dus ik merk gewoon hoe belangrijk het is dat Diederik Gommers 3 kinderen heeft in een leeftijdscategorie van 20 en 25 jaar. Want ik merk dat ik daarmee bezig ben. En dat is dus belangrijk bij mensen die ouder zijn, maar wel aan de knoppen mogen draaien of hun stem kunnen laten horen. In wat voor omgeving zij zitten. Ik word absoluut beïnvloed door mijn kinderen. Als het gaat om de zeg maar iets concretere uitwerking van hoe je nou, met 1 of met 2G of met 3G ervoor zou kunnen zorgen dat jongeren weer misschien naar de culturele sector kunnen of uitgaan of naar de horeca, dat er iets meer vrijheid ontstaat. Heeft u dan een voorkeur voor specifiek 1G, 2G of 3G? Heeft u dan een voorkeur voor nou, met testen of echt alleen als je gevaccineerd bent als jongere? Heeft u daar nog een... Nee, kijk, waar het om gaat is dat je het dicht timmert. En dat kan nooit voor 100%. En de vraag is dat nodig? Maar je kan wel met elkaar bespreken. Wij willen als
studenten of wel, maar maakt mij niet uit in welke club, maar als jullie in de Bali iets organiseren, dan willen wij het zo goed mogelijk doen. Als je het dan zo goed mogelijk wilt doen, in het kader nu met die Omicron, gevaccineerd zijn, dachten we eerst dat het hielp. Voor de Delta hielp dat, maar niet voor de Omicron, helemaal waterdicht. Dan zou je nu moeten zeggen, dan doen wij alleen maar mensen mogen bij de Bali binnenkomen als ze in de afgelopen 24 uur een PCR-test hebben gedaan, ofwel een PCR-test bij de deur. Voor iedereen. We maken geen onderscheid. Ja, dat is arbeidsintensief. Dat is best lastig. Maar je moet ergens beginnen. Dus je moet goed beginnen om te laten zien dat het goed gaat. En al of niet, wat we toen ook in die studies gedaan hebben om te kijken of je daarna, als je klachten krijgt, dat je je dan meldt enzovoort, dat je geregistreerd. Maar je zult moeten laten zien dat je een bijdrage wil leveren om te werken aan de toekomst. Want we weten niet of in april dadelijk weer een nieuwe variant komt. Dus ik zou het heel logisch vinden dat jullie zeggen, oké, maar wij als jeugd gaan dit organiseren, want wij willen onze vrijheid terug. En daarom gaan wij een stappenplan, hebben we een uitgewerkt plan, hoe we dan willen versoepelen. Dan gaan we eerst in Amsterdam beginnen, daarna gaat het naar Rotterdam, Den Haag, en dan breiden we dit uit, of van de studentensteden. Maar je moet het goede voorbeeld laten zien. Vindt u iets van jongeren die, wij spreken jongeren van 18, 19, 20, die zeggen, ik loop weinig risico dus op ernstige COVID. En ik ben heel erg bang voor het nemen van een vaccin. Dat kan ook komen door angstklachten, kan ook psychische klachten zijn. Kan allerlei redenen zijn waardoor ze heel veel angst hebben. En zeggen, ja, voor mij individueel maakt het weinig uit. Is dat acceptabel? Is dat een acceptabel standpunt voor jongeren? Moeten ze dat die veiligheid kunnen behouden? Of? Nee, maar Ik vind dat je het moet vergelijken als je wil vliegen. Iedere keer als je in een vliegtuig stapt, de ene doet het niks en de andere is iedere keer bang. Want er zit een risico dat het vliegtuig naar beneden stort. Maar toch wil je graag naar Griekenland of naar Spanje. En dan doe je die afweging. En sommige mensen die heel veel vliegangst hebben, die gaan nooit in een vliegtuig. Die gaan of niet, of die stappen in de auto. Zo moet je het ook zien met het vaccin. Je kunt allerlei argumenten, je kunt allerlei vragen stellen aan mij. En dan kan ik zeggen, ja, maar het vaccin is heel goed getest en dat is heel weinig bijwerkingen. Maar het is nooit nul. En dat is de risico's. En als jij zegt, ja, maar vanuit de politiek gezien, vanuit het OMT gezien, vanuit het groter belang, kan je eisen stellen. Dus vanuit het groter belang, als jij de infectie wil beheersen, ga je algemene regels stellen. En de algemene regels is, je mag straks iets doen als je je booster gehaald hebt. En als je je booster niet gehaald hebt, ja, dat is jouw keus. Het is een vrije keus om het niet te doen. Maar verwacht dan niet dat je dan toch in een kroeg mag of naar een concert mag. Dat doen we in Nederland wel, want dan we discrimineren. En dan gaan we zeggen, ja, dan moet je een PCR-test hebben, enzovoort, enzovoort. Maar voel het eigenlijk, waarom draaien we het niet om? Het is jouw keuze om iets niet te doen. Nou, dat mag. Hè? Bedoel, je kan angstig zijn om het vaccin. Daar zitten een paar bijwerkingen aan. Die zijn uiterst zelden. Maar het zal maar net jouw familielid zijn of jijzelf. Dan praat je anders. Maar dat is het risico. Dat is hetzelfde in een vliegtuig stappen. Dat is af en toe valt er een naar beneden. Dan denk je, oeps. En dat is het risico wat we nemen in het leven. En daar vind ik, zo moet je er een beetje naar kijken. De grote politiek en de grote Jaap van Dissels, die kijken naar de grote massa. Die kijken niet naar het individu. En vanuit het grotere massa is het makkelijk te zeggen, iedereen moet gevaccineerd zijn. En als je dat niet wil, mag je niet naar een concert of mag je niet daar of daar naartoe. Maar u twijfelde zelf ook over de booster, als ik het goed begrepen. Hoezo was dat eigenlijk? Nou, ik heb dat gezegd omdat ik ook, je merkt gewoon dat als je je lichaam hebt en je bent gezond. En ik had twee vaccins genomen. Dan dacht ik, ja, waarom moet ik nou weer iets nemen? En ik ben toch een gezond iemand. Nou ja, dat is waarom ik in dat interview gezegd heb dat ik ook twijfel. En op een gegeven moment denk je, ik heb daar echt 14 dagen over nagedacht. En toen had ik nog door toeval een test gedaan. Toen bleek ik helemaal geen neutraliserende antistoffen te hebben. En toen dacht ik, ja, jemig, stel je nou voor
dat ik nu, als ik nu de Omicron krijg, dat ik wel op de intensive care en dat ik eraan doodga. Wat die man van vandaag, die tegenstander, die is gewoon doodgegaan aan de COVID. Het kan gewoon. En hoe simpel is dan een vaccin nemen? Maar ik wilde het vooral zeggen dat het logisch is om erover na te denken of je het wel of niet moet doen. Zeg maar, vindt u dat we ook milder naar elkaar moeten zijn? Of in ieder geval meer bespreekbaar moeten maken waar onze twijfels zitten in plaats van de harde oordelen? Ja, want ik krijg nu allemaal boze berichtjes. Hoe kan u dit nou zeggen? De wappies lopen met uw woorden weg. Maar ik wilde gewoon laten zien dat ik ook heb. Ik weet nou zoveel van, maar ik twijfel ook. En dat is gewoon heel menselijk en dat is ook heel goed. Maar uiteindelijk neem je een weloverwogen besluit. Ik heb besloten om een booster te nemen. En zo neem je ook het besluit om in dat vliegtuig te stappen. Ja, maar vond u het dan ook logisch? Echt spannend om een booster te nemen? Want u zegt, dus, ik weet er alles van en u heeft ook vaak gesteld dat het vaccin volledig veilig is. Maar dan zit er zit toch een gevoelsiets dan toch? Ik maak me niet zorgen om het vaccin. Dus daarvoor heb ik het niet gedaan. Dus dat ik dacht van, nou heb ik hem genomen, nou heb ik dadelijk een bloeding. Of een myocarditis of een pericarditis. Nee, dat maakt me zorgen. Ja. Maar ik vond gewoon, ik voel me ontzettend gezond. Moet ik dan iets nemen waar ik op dat moment dacht van, waarom zou ik dat doen? Hè? Nou, alleen maar gezonder nog van wordt een vaccin. Of zie ik dat verkeerd dan? Nee, ja, maar je normale afweer als je gezond bent, bedoel, we komen altijd virussen tegen enzovoort enzovoort. Dus ik merk, ik ga niet zomaar in mee omdat iemand als de minister roept, ja, maar het is, we moeten allemaal gevaccineerd. Ja, dan denk ik, ho, laten we wel even rustig nadenken. En waarvoor doen we het? En wat is het risico? Ik ben ook nog wel heel benieuwd, want wij zijn dus bezig met een nieuw journalistiek initiatief vanuit de jongere generatie. Wat is nou, misschien even meer een reflecterende vraag hoor, maar wat is nou een vraag die u vaker zou willen krijgen van journalisten als ze u spreken? Wat zou u meer, vaker over het voetlicht willen brengen? Denk in oplossingen. Kijk, ik vind het nu, ik vind het ongelooflijk leuk wat ik aan het doen ben. Maar ik vind het ook leuk als ik dadelijk een nieuwe voorzitter van mij overneemt, omdat ik dan weer tijd heb om aan de nieuwe IC van de toekomst te werken. En dan heb ik weer zoveel mensen ontmoet over data en innovatie en jonge mensen in oplossingen en in die duurzaamheid, die problematiek. Ja, daar krijg ik helemaal energie van. Dan denk ik, wow, dat met jonge mensen weer zoeken naar oplossingen. Ik vind het ontzettend leuk iets wat zogenaamd niet kan, dan een oplossing te zoeken. En daar zijn jullie van. En dus ook journalistiek. Ik heb geleerd hoe belangrijk het is. Toen ik begon, ik had helemaal geen journalistieke ervaring. Ik had geen cursus gedaan, maar iedereen zei je moet oppassen voor journalisten. Maar je kunt ook journalistiek positief benaderen. Snap je? Je kan je ergens in verdiepen. Je kan kritische vragen stellen. Maar je kan ook een boodschap uitbrengen met elkaar. En hoe belangrijk het is dat we vanuit de positiviteit en vanuit de mensen hun kennis allemaal een klein bouwsteentje neerleggen om problemen op te lossen. Dat is in milieu. Het milieuprobleem is vele malen groter dan de COVID. En maar maken we ons druk om COVID. Ik vind dat echt peanuts. De hele COVID is peanuts. Ik bedoel, alle jongeren worden er helemaal niet ziek van. Jongens, ik bedoel, waar hebben we het over? Als we nou een ander virus hadden gehad, hadden we misschien, daar hadden we ons zorgen. Maar dit is toch een virus van niks eigenlijk. Ik bedoel, we sluiten elkaar op, maar we worden er eigenlijk helemaal niet ziek van. Of bijna niet. Dus ja, ik denk dat jullie, ik vind het ook een mooi initiatief, maar ik denk dat jullie echt moeten gaan denken, jongens, hoe gaan wij deze wereld verbeteren? Hoe gaan wij zorgen dat we onze vrijheid, dat we een leuk leven? En wie heeft het geweldige idee? En die ideeën komen van jullie.